Goedemorgen, meneer Prinsen. Goedemorgen, meneer. Hartelijk dank dat wij bij u mogen praten over Godfried Bomans. Oké. Daar gaan de podcast over. En de aanleiding is natuurlijk het boek wat u samen hebt gesteld met werken van Godfried Bomans, ja. In alle ernst. Maar voordat ik daarop ga komen, zou ik eerst wat algemene vragen willen stellen over Godfried Bomans. Wanneer bent u met Bomans in aanraking gekomen? Nou, ik denk dat dat al op jonge leeftijd was. Ergens rond mijn 12e of zo. Dus dan 1954. Toen was hij natuurlijk al heel bekend als schrijver van vrolijke stukjes. En die werden uitgegeven ook in Buitelingen of kopstukken, Nieuwe Buitelingen, dat soort titels herinner ik me. En toen had ieder gezin in mijn herinnering wel iets van Bomans in huis. Hij was in die tijd, denk ik, de meest populaire schrijver die Nederland had. Ja. Althans, zeker de meest contemporaine schrijver, meest populaire contemporaine schrijver, maar misschien ook wel sowieso de meest populaire schrijver die Nederland had. Ja. Had u thuis ook de Volkskrant? Nee, die hadden wij niet. Nee, dat weet ik nog wel van een hoop kranten, de Maasbode en het Brabants Dagblad, maar de Volkskrant hadden wij niet. Maar hij schreef daar wel op de voorpagina, ja. Dat was vrij bijzonder. Schreef hij die stukjes en sommige waren dusdanig bekend dat daar wel over gesproken werd. Zoals dat beroemde wat ook in het boek is opgenomen, Ik laat mij elders knippen. Een van zijn meest roemruchte columns eigenlijk. Ja, ja. En was u meteen... kon u meteen waarderen wat hij schreef? Ja, dat waren natuurlijk... Ja, iedere humor is natuurlijk een beetje tijdgebonden, tijdloze humor is er nauwelijks, maar het was, kijk, nu waardeer ik hem om hele andere redenen dan ik hem toen waardeerde. Ja, ja. Maar dat neemt niet weg dat ik hem toen ook waardeerde, waarschijnlijk omdat er veel om te lachen was. Ja. Ja, dat was wel een kenmerk van Bomans, ja, zijn humor. Ja, nu... heb ik dat dus minder. Nu heeft zich dat eigenlijk omgedraaid en waardeer ik juist zijn meer serieuze stukken en beschouwingen, vandaar ook die bundel. Maar toen denk ik, maar goed, dan praat ik, moet ik zeggen, over een tijd van 50, 60 jaar geleden, maar dat het meer zijn komische stukken was die ik leuk vond. En ik speelde ook mee, wacht even, herinner ik me, in Bloed en Liefde. Dat speelden we op school, op kostschool waar ik zat, en daar speelde ik in mee, toen was ik 15 of zo. Ja. Welke rol had u? Boudewijn, de knecht Boudewijn. Oh, ja. Ja. Ik heb daar nog foto's van hier. Het wordt nog steeds gespeeld, hè, het stuk. Ja, Bloed en Liefde. Een paar jaar geleden heeft het hele dorp van Sir Hendricks Kinderen in Zeeland, met z'n allen hebben ze dat... in de open lucht gespeeld. Dat wordt nog steeds gedaan. Mm-hmm. Ja, ja. Kunt u zich ook nog herinneren dat u ooit een keer met Bomans in een televisieprogramma hebt opgetreden? Ja, dat was wel raar, want ik was niet in dat programma eigenlijk. Ik was er wel bij. Dat was in 1969, denk ik. En mensen die net ergens afgestudeerd waren, dat was dan. En wij studeerden af met 4 en ze hadden er 3 nodig. En ik weet nog heel goed dat ik zei, wat betalen die mensen? Die NCRV deed dat gewoon, de NCRV vooruit. Wat betaalt? Nee, daar wordt niks betaald. Zin, dan doe ik niet mee. Ik heb nu eindexamen toneelschool, ik moet nou betaald worden. Mijn klasgenoten waren wel bereid gratis mee te doen. Ik ben met ze mee geweest. We gingen daar met z'n 4 heen, ik geloof met Gien van Houweningen, Els Ingeborg Smits en Douche en Scheres of zo. En zij zaten in de uitzending. En ik geloof dat ik misschien met een foto zichtbaar ben geweest, omdat ik daar ook dat kan zijn. Maar ik weet wel dat het een kwestie van geld was. En dat de eerste keer was dat ik in mijn leven zei. Als er niet betaald wordt wat ik wil, dan kom ik niet. Een mentaliteit overigens die mij geen windeieren heeft gelegd. Het was in de serie gevraagd.
Ja, ik weet niet meer het hoe was het een soort van sollicitatieprogramma. Ja, in elke ja, aflevering ja. werd een andere vakgroep met een kandidaat. Ja, dat weet ik wel, ja. En ja. In de, het was op 7 juli 1969. Nou ja. En in het panel dat voor werd gezeten door Boman zaten Erik Vos en Paul Steenbergen. Zo, ja, ja. Dat waren niet de mensen, zeker nee, Paul zeker Steenbergen niet natuurlijk. En Erik Vos later met de appel natuurlijk. Ja, ja, met de appel. Ja. En de kandidaat hier inderdaad, Els Ingeborg Smits. Ja. En Gim van Houweningen. Ja. En een Lucienne Scheres. Scheres, ja. En dat kon ik uit de krant niet opmaken, want ze speelde wel de rol van Irma uit de Sotin van Charlotte. Mm-hmm. Maar haar achternaam stond er niet bij, dus het was Lucienne Scheres. Scheres, heet ja, die Lucienne ja. Scheres was ze dan maar weer eens. Ja, ja. Ja, Lucienne Scheres, ja. Ja. Die is eigenlijk nooit aan het toneel geweest. Misschien maar een paar jaar, een jaar of 3, 4, en is toen heeft ze op het schrijven gestort. Hij schreef samen met Alexander Pola Zegers A en hij schreef ook vele dingen van Duitse krimis en zo, de commissaris of zo. Ja. Speelde hij ook wel eens in mee. En alleen Elzinge en ik hebben eigenlijk een loopbaan aan het toneel ja. gehad. Ja. Bij u werd vermeld in de krant op eigen verzoek. Op eigen verzoek als tegenspeler en figurant. Ah, op eigen verzoek. Op kijk, eigen ja. verzoek. Ja, geweldig. Ja, oké. Okay. Ja. Nee. Ja, het toneel, want de eerste recensie van Godfried Bommels wat ooit verschenen is, is niet over een boek van hem, maar over zijn toneelspel. Ah, ja, ja. Dat was in 1933. Toen speelde hij in een of andere toneelstukken De Dood. En in mijn ogen is Bommels altijd toneelspeler gebleven. Ja, wel een beetje, ja. Het, ja, ja dat, daar kunt u in meegaan. Nou ja, altijd toneelspeler gebleven. Nee, daar kan ik niet echt in meegaan. Maar hij heeft natuurlijk, ja, hij heeft veel opgetreden. Maar acteur was hij natuurlijk niet echt. Hij was schrijver. Maar hij heeft zoveel voor radio en televisie gedaan dat hij dat het op een gegeven moment niet meer helder was. Als je als criterium aanlegt wat is je bron van inkomsten, dan was misschien op een gegeven moment zijn televisiewerk belangrijker financieel gezien voor hem dan iets anders. Ja, ja, daar hebben we nooit inzicht in gekregen in zijn financiën. Dat, weet ik niet, want Erik is natuurlijk altijd wel een populair boek gebleven. Hè? En het verkocht altijd wel goed, nu nog steeds. Mm-hmm. Dus dat was denk ik wel een vaste bron van inkomsten. Ja, god, dat kan ik ook niet taxeren. Maar in ieder geval, hij besteedde een groot deel van zijn tijd aan optredens en zo. Ja. Maar als acteur heb ik hem eigenlijk nooit gezien. Nee, hij speelde zichzelf meer. Nou ja, ja, er wordt wel eens iets gezegd over zijn timing tijdens zijn ja, maar dat is niet acteren. Ja, dat is wel een onderdeel van acteren, hoewel er wel acteurs en actrices zijn die slecht timen en toch goede acteurs en actrices zijn. Dat is meer het cabaretwerk wat hij ook had. Ja, ja, ja. Ja. Nou, kreeg u ineens, nee, heeft u in 2001, heeft u in Haarlems Dagblad, en stond ook in het Leids Dagblad, een stuk geschreven over Godfried Bommels. Ja. En als ik dat teruglees, blijkt dat ik de aanleiding ben geweest voor dat stuk. Want er staat dus dat u in de krant had gelezen dat de voorzitter van de Godfried Bommels Genootschap, dat ben ik, brieven had gevonden van Bommels. Van zijn studievriend Jansen. Mm-hmm. En u schreef daar, en als er een van de laatste stukken in, van nou, als er, ik roep het Bommelsgenootschap op om een bundel samen te stellen van zijn ernstige stukken. Ja, en dat is nu deze bundel geworden. Ja. Ja, het is er nooit van gekomen, want het Bommelsgenootschap die heeft daar de middelen niet voor en ook de rechten niet voor om dat te doen. Dus 20 jaar later werd u dus gevraagd door de uitgeverij om het zelf te doen. Ja, dat is niet helemaal waar hoor. De uitgeverij vroeg mij om een bloemlezing gewoon, algemeen. Mm-hmm. En toen refereerde ik aan die column die ze wel gelezen hadden. En ik zei, ik wil dat alleen doen
als ik een bloemlezing van zijn serieuze werk mag maken. Ja. Want anders zo bloemlezingen, die zijn er al zoveel. Ja. Daar heb ik geen interesse in. En daar zijn ze mee akkoord gegaan toen. Ja, ja. Ja, ik kreeg van Suzanne Abbe van Meulenhof het verzoek of ik dit artikel nog had, want dat waren ze kwijt. Dus dat heb ik toen nog opgestuurd. Ja. Heeft ze het zelf wel, het artikel? Ja. Inmiddels heeft ze het. De secretaresse van de krant heeft het gestuurd. Oké. Okay. Sandra Vink. Ja. Maar u zegt van die andere stukken en zo, die zegt, het is er allemaal al hun humorstukken en zo. Maar over de humor heeft u geschreven van, ja, dat is een beetje achterhaald. U zei er net al, ja, van, het is zo tijdgebonden. Ja, dat wel een beetje. En er zijn natuurlijk wel stukken die nog steeds erg geestig zijn om te lezen. De uit kopstukken, dat stuk over de verzetstrijder, dat is een fabelachtig goed stukje. En zo zijn er wel meer dingen die gewoon... En ook in zijn ernstige stukken is er toch nog veel te lachen. Ik las een ernstig stuk voor en de zaal moest erom lachen. Ik begreep niet waarom, maar toen later dacht ik, ja, daar zat een grap en daar zat een grap. Dus zelfs in die ernstige stukken zitten de grappen nog verborgen, weet je wel. Ja, ja. Als een soort macht en gewoonte. Ja, ik hoorde het maandagavond toen u bij het programma M zat. Ja. Was u dat stuk voor van die onderzoeker met dat woordenboek. Ja. En inderdaad, er moest omgelachen worden. Terwijl het inderdaad heel triest was. Heel treurig was. Ja, maar dat is juist wat dan de slagkracht teweeg brengt. Die luchthartige stijl gecombineerd met de serieuze onderwerpen. Ja. Dat maakt het ineens... Ja, dat het slagkracht krijgt en wat het in zijn komische stukken minder heeft, vind ik. Ja, ja. Maar zijn stuk van de brandweer, de brandmeester, is 2 jaar geleden nog uitgeroepen als het meest komische, meest humoristische stuk uit de Nederlandse literatuur. Oké. Ja, dat kan wel. Dat, ja. Smaken verschillen. Ja, lees het eerste hoofdstuk van de Max Havelaar van Multatuli, dat is misschien toch, doet daar misschien toch niet voor onder. Waar Droogstoppel zichzelf in voorstelt aan het publiek. En zo zijn er wel meer dingen te bedenken. Maar ja, dit is het mooie van Bomans, dat voor ieder wat wilzin is. Dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. En dat was natuurlijk ook een onderdeel van zijn populariteit. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Ja. En wat u zei ook maandagavond, van hij heeft zich doodgewerkt. Ja, dat als je nou ziet, als je die 7 delen bekijkt. En dan weet wat hij allemaal voor radio- en televisiewerk heeft gedaan. En dan weet wat hij nog overal over de wereld voor Nederlandse clubs en weet ik veel wat lezingen heeft gehouden. Ja. Dan rijst het beeld op van iemand die zich bijna letterlijk doodgewerkt heeft. Ja, hoe kreeg hij het allemaal voor elkaar in die tijd? Nee, dat ben ik, dat geloof ik ook. En dan die vriendinnen nog. Dat er ook nog eens een keertje bij. Ja. En al die clubjes waar hij in zat, waar hij ook weer geregeld naartoe moest. Ja, teisterband en de, ja. Ja, dat had hij wel heel veel, ja. U noemde net Multatuli. Verwondert zich erover dat hij over Multatuli bijvoorbeeld zo weinig geschreven had. Weinig, niks. Ja, hij heeft wel wat over Multatuli geschreven. Ja. Ik heb het even opgezocht. 9 keer. Ja. 9 keer heeft hij de naam genoemd. Nou, de naam genoemd, ja ik kan best zeggen. Geen stuk eraan gewijd. Nee. Nou, kijk eens wat hij dan gewijd heeft aan Beets. Met alle respect voor Beets, maar Multatuli was toch een streepje belangrijker dan Beets. Met alle respect voor Beets, maar Couperus... Toch min of meer, niet helemaal een tijdgenoot, was natuurlijk wat jonger dan Beets, maar heeft toch ook zijn belangrijke werk allemaal in de 19e eeuw gepubliceerd. Nou, wat heeft hij nou over Couperus geschreven? Ja, 8 keer. Ja, vooruit 8 keer, maar ook daar lopen ze dan. En zo geen grote stukken, want dan zou ik ze zijn tegengekomen. Nee. Dus, dat kan wel stel ook zijn naam hebben laten vallen.
terwijl hij over Beets zulke stukken heeft geschreven. Ja. En over Jacob van Lennep, dat je denkt, ja, maar dat vind ik raadselachtig. Ja, maar hij schreef over het algemeen niet zoveel over de 20e eeuwse Nederlandse literatuur. Want nee. Over Moody's, toch eigenlijk een vriend van hem, heeft hij niks geschreven. Nee, dat laat ik nog daar. Maar wat mij verbaast is dat hij, waar hij over de 19e eeuwse literatuur schrijft, de mindere goden zo de lucht insteekt en de echte goden onvermeld laat. Ja. Het is toch vreemd? Ja, ja, hij zat vooral met Dickens en Goethe, die twee, daar had hij meer mee. Ja. Nou ja, Goethe en Dickens zelf waren natuurlijk ook grootheden, dus, maar in hun kielzog figureerde dan Beets. Ja, goed, die kwam uit Haarlem en dan was je, had je nou gauw een streepje voor natuurlijk bij Bomans. Maar dat blijft toch raadselachtig. Ja. Ja, hij heeft zich natuurlijk ook heel erg ingezet voor dat Hildebrandmonument in de Haarlemmer. Ja, oké, dat kan allemaal wel. Ja. Nee, het is inderdaad zo. Van Carmichelt heeft natuurlijk wel heel veel geschreven. Dat was ook een goede vriend van hem. Maar Moody's dus eigenlijk niets. Nesky ook niks. Nee, niks. Dat vermeld ik ook in de inleiding. En ik heb daar een inleiding bij geschreven. Ja. Maar dat nogmaals. Dat hij uit de 19e eeuw de grote schrijvers, Nederlandse, onvermeld laat en de mindere goden uitputtend behandelt, dat is merkwaardig. Ja. U bent aan de slag gegaan met die 7 delen. Ja. Ik neem aan dat dat jaren heeft gekost. Nee, maanden. Maanden gekost. Ja, maar ik ben heel gedisciplineerd iemand. Mm-hmm. Daarom neem ik mezelf ook kwalijk dat ik hier geen taart voor u heb. Ik kan mijzelf heel goed. Ik heb eens bij een of andere cellist gelezen dat je als muzikant je eigen slavendrijver moest zijn. Oh. En dat sprak mij erg aan. En dat ik ben ook mijn eigen slavendrijver. Ja, ja. Dus kijk, zij wilde dat het dit jaar uitkwam, in november. Mm-hmm. Dus ja, ik moest aanpoten, want in april kreeg ik het verzoek. Dus ik ben er echt voor gaan zitten en heb echt maandenlang 3,5 uur per dag en dan weer een dag niet. En dan weer 3,5 uur en dan weer een dag niet. Dat heb ik 3 maanden vol, mei, juni, juli, 3 maanden volgehouden en toen was ik er doorheen. Ging dat niet tegenstaan? Ja, daarom nam ik ook steeds een dag vrij. Ja. Ja, natuurlijk gaat het tegenstaan, dus daarom nam ik een dag vrij. En waardoor heeft u zich laten leiden bij de keuze? Want het was natuurlijk enorm. Alleen maar door wat ik leuk om te lezen vond. Alleen dat? Ja. En dat schrijf ik ook in die inleiding. Wat dat betreft verschilt mijn smaak niet zoveel van de uwe. Ik weet niet, heb je die inleiding gelezen? Ja, ik heb hem ook bij. Ja, je hebt hem bij, maar dat betekent niet... Nee, ik heb hem ook gelezen. Ja, twee keer. En dat is verschilt mijn smaak niet zoveel van de uwe. Als u dat samengesteld had, u grosso modo dezelfde stukken gekozen. Gewoon die het leukste, het meest boeiend waren om te lezen. Ja. Ik heb een paar twijfelgevallen gehad, de dood van de keizer over de dood van Napoleon. Dat is nogal een bombastisch stuk. Maar ik heb er dat toch bij gedaan. En een zeer verkwistend man heb ik ook nogal getwijfeld. Dat was meer een comedy stuk. Maar oké. En dan heb ik verder nog hier en daar stukken eruit gelaten die elkaar een beetje overlapten, waar ik al wat van had, over het katholicisme met name. Maar verder is dit wel het beste wat hij op dit gebied te bieden heeft, hoor. Ja. Maar staat alles in wat u had gekozen of heeft u ook nog stukken weg moeten laten? Nee, alles wat ik heb gekozen staat erin. Dat staat erin. Maar ja,
Dus we hoeven geen tweede deel te verwachten. Nee. Maar bijvoorbeeld, u refereerde al aan, misschien stond de microfoon toen nog niet aan, die politieke verslagen, die verslagen van, hè, en dat is drie keer zo lang dan het hierin staat. Ik heb hier maar twee dingen gekozen, de SGP-verslag en het verslag van die rare ridder van Rappard. Maar hij had dus ook verslagen van de VVD en van D66 en van de KVP. En, dus dat had ik makkelijk drie keer zo lang kunnen maken. Ja. Maar daarvan vond ik deze twee het aardigste. En ook het meest tijdloze, laat ik het zo zeggen. Ja, hij had natuurlijk al die politieke leiders, had hij een karaktertrek precies. En dit was het meest tijdloze. En zo zijn er nog wel stukken, wat ik zeg, ook hele goede andere stukken, Overbeets. Maar ja, ik vond één stuk Overbeets genoeg. Ja. Er is al een bundel samengesteld van alle stukken over Rebeets, over de Camera Obscura dan. Ja, nou ja. Dat was één boek in het geheel. Ja, ook wel gezegd, je zou uit zijn verzameld werk bundels kunnen samenstellen over Dickens, over Beets, over zijn jeugd, over het katholicisme, over het rijke Roomse leven, over zijn lezingen all over the world. Ja. Je zou 100.000 bundels kunnen samenstellen. Ja. Als je je ertoe zet. Ja. Inderdaad. Ja, dus dat maar is, dit is dus een bundel van zijn serieuze werk. En een bundel waarop bloemlezing waar ik best trots op ben. Nou, ik kan me voorstellen, want het is ook heel mooi uitgegeven. Ja. He, mooi gebonden. Mooi lettertype ook natuurlijk. En inderdaad, mooie stukken daarin. Kijk, ik ken natuurlijk heel veel stukken van hem en ik kan moeilijk zeggen, nou dat en dat stuk mis ik gewoon. Het zijn inderdaad allemaal heel boeiende stukken, stuk voor stuk. Mm. Maar daarom vroeg ik u van, waardoor heeft u zich laten leiden? Nou, u zegt dat wat mij gewoon aansprak. Dat staat er. Ik het leukste vond om te... Kijk, hij zelf zegt wantrouw, iedere aandrang om te schrijven, behalve de vreugde van het formuleren. En ja, ik had als leidraad wantrouw iedere aandacht om het stuk te kiezen, behalve de vreugde van het lezen. Ja. Dus ik moest wel zeggen, zoiets als dat, een mislukt levenswerk, geweldig om te lezen. Ja. Is geweldig om te lezen, dat slot is ook prachtig. Ik dacht even, toen ik voor het eerst openstond, van dat gaat wel heel veel over... schrijvers, maar dat was het dus niet alleen. Het ging ook over andere personen. Ja, gaandeweg gaat het ook meer over andere dingen. Maar in het begin gaat het ook veel over. Zijn serieuze werk is ook veel over schrijvers. Ja. Ik vond dat zelf ook. Dat is ook een van de redenen dat ik toch vrij in het begin nog dat stuk van de laatste dagen of de laatste uren van de keizer heb opgenomen. Mm-hmm. Om even die schrijversdingen te onderbreken. Ja, ik snap het. En uiteindelijk dacht ik van, het gaat niet over personen, het gaat eigenlijk over de taal en de wijze van formuleren. Ja, en gaandeweg gaat het over Beaumont zelf. Ja. De laatste pakweg 100 pagina's zijn, daar komt Beaumont zelf het beste tot zijn recht, vind ik. Ja. Welke van die stukken die je gekozen hebt, is nou uw favoriet? Was dat een nutteloos levenswerk. Een nutteloos levenswerk. Ja, dat is by far mijn favoriet. Nou, en ook die twee luik, de Raddraaiers en vooral Le Droit de Réponse. Ja. Dat is ook... En achteraf moet je zeggen, nu daar de kam van de tijd overheen is gegaan, dat het... dat hij volstrekt gelijk had en Moody's, Donner, Lammers, Hoornik, Koemsoeis, Van der Land, niet. Ja. Hè? Ja. Dat de Historia heeft hem gelijk gegeven en niet die ander. Ja, dat vond ik wel jammer bij de inleiding. Er staat een korte aanleiding van het stuk, staat erin. Ja. Dat vond ik eigenlijk een beetje tussenmier. Daar had wat meer over verteld kunnen worden. Wat nou eigenlijk de aanleiding was geweest en het vervolg van dat stuk.
Dit was de aanleiding. Wat is er nog meer de aanleiding? De aanleiding was natuurlijk die rellen. Ja. En Bomans die had daar dus aangegeven van ik weet wie die raddraaiers zijn. Dat staat in het stuk dat hij een pamflet had gekregen waarin stond wie daarmee begonnen waren. Ja, maar ik hoef dat toch niet te schrijven als, als hij het zelf had schrijven. Ja, nee, dat klopt. Maar het gaat er natuurlijk om van het heeft wel een vervolg gehad. Namelijk dat stuk bij andere schrijvers een reactie op heeft opgeleverd dat Bomans een telegram kreeg waarin hij als een verrader werd gekenmerkt. Ja, dat staat in het woord de réponse. Dat staat verderop. Maar dat het ook gevolg heeft gehad dat hij politiebewaking moest krijgen en doodsbedreigingen heeft gekregen naar aanleiding van het stuk. Dat vond ik jammer dat dat er niet bij dat was. Heb ik niet uit het werk gehaald. Dus dat, nee, dat blijkt dan later. Okay. Ja, nee, dat kunt u. Nou ja, geeft een suggestie in zijn slotzin van het woord de réponse als hij zegt, als ik mijn post zo eens nakijk, zijn we op die weg al een heel eind gevorderd, ja. Weet je wel. Dan ja. Geeft dat een vermoeden van wat u nou vertelt. Ja. Maar dat is meer wat u nu zegt, vind ik, voor zijn biograaf dan voor mij. Ja. Ik moet hier de aanleiding en de context zetten, zodat die twee stukken helder worden. Ja. En that's it. Ja. Ik ben natuurlijk niet gehouden om zo kun je wel meer achtergronddingen vertellen. Oké, maar ik begrijp nu dat u zelf de inleiding hebt geschreven. Natuurlijk. En ik dacht misschien heeft de redactie dat gedaan. Nee. De redactie heeft hier helemaal geen letter gedaan. Nee. Ik heb die hele redactie van Meulen ook nooit gezien. Ja. Ik dacht wel bij die stukken van als je daar in plaats van die raddraaiers in toentertijd leest de relschoppers in Rotterdam, dat het eigenlijk min of meer hetzelfde bleef. Ja, de aanleiding was meer direct toen van die raddraaier. Maar oké, okay, ja, daar zit het. Wat dat betreft is het weer helemaal tijdloos. Ja, daarom die twee stukken en de nutloos levenswerk. Maar nutloos levenswerk is dermate schrijnend. Overigens, die mevrouw Gielen die ik gesproken heb, zegt dus dat ze zijn handtekening in het register niet heeft aangetroffen. Ja. Dat zou ook wel gevolgen zijn. Ja, maar dat had ik me ook voorgenomen van als ik weer eens in Londen kom, dat ik dat even ga nazoeken. Maar dat hoeft dus niet meer. Ik denk niet dat je daar zo makkelijk aankomt hoor. Aan dat, Nee. Ja, dat is ook weer typisch Bomans. Loog de wereld bij elkaar. Ja, natuurlijk, zeggen. Maar als je in die columns niet mag liegen, wanneer dan wel? En dat doe ik. Ik schrijf zelf dus al jaren columns voor Adams Dagblad, daar had u het zo even over. En bij mij klopt alles, behalve de feiten. Ik bedoel, die feiten moet je een beetje naar je hand kunnen zetten. Dus een buurman wordt al gauw een verre neef. En, ja. En 1958 wordt al gauw 1952, zodat niemand verder weer de aanstoot aan kan nemen. Bij Bomans versterkt dat natuurlijk gewoon het punt wat hij wil maken. Hè? Ja, precies. Bij die handtekening is de enige handtekening die er staat. Ja, dat betekent dus, dat versterkt hij eigenlijk de triestigheid van het, van het geheel. Mooi. Ja. U leest veel. Ik weet dat u echt ook met gedichten bezig bent. En, ja, heel veel. Ja, ik lees. Is Bomans met een van uw favoriete schrijvers te vergelijken? Dat vind ik eigenlijk, om het antwoord meteen te geven zonder nadenken, vind ik eigenlijk van niet, nee. Als je een schrijver wil hebben die dan ook over velerlei onderwerpen schreef, dan zou je nog kunnen denken aan iemand als Nico Scheepmaker, die onder pseudoniem, wat was het ook weer, ik heb daar ook het beste van Nico Scheepmaker, heb ik hier staan. En dat heeft in zijn veelzijdigheid van de onderwerpen en zo, en in zijn veelheid,
zou ik hem dan nog wel enigszins mee kunnen vergelijken. En Scheepmaker was natuurlijk ook een erg goede schrijver. Ja. Of hij het niveau van een Bomans had, ja, daar wil ik nou niet over twisten, maar... Het is de enige naam die mij in de Nederlandse literatuur, en Scheepmaker is eigenlijk niet eens bijgezet in de Nederlandse literatuur, die mij te binnen schiet. Ja, bij Bommels ligt het natuurlijk ook moeilijk, hè? Hij werd natuurlijk ook als een vreemde eend beschouwd. Ja, maar dat blijft nog steeds schande dat hij nooit een literaire prijs gekregen heeft. Dat Scheepmaker, nou, Scheepmaker heeft misschien wel eens een prijs gegeven, gekregen, een journalistieke prijs of zo. Maar dat Bomans nooit een prijs heeft gekregen is... Nee, een carnavalsonderscheiding, dat was het wat hij kreeg. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat is slecht geweest. Ja. Ja, en heeft u een idee waardoor dat komt? Ik denk dat wat dat betreft al zijn radio- en tv-werk hem geen goed heeft gedaan. Mm-hmm. Want ze hadden er meer een radiocomiek dan een schrijver of zo, wat natuurlijk niet was. Maar in diezelfde tijd hebben mensen prijzen gekregen waar we nou nooit meer van gehoord hebben. Ja. Ja, er zijn ook... En het is gewoon waar wat Carmichelt zei. Godfried Bomans is een groot schrijver, ja. Je mag het alleen niet zeggen. Ja. En dat vat het in een enkele zin samen. Ja. Terwijl nu elke schrijver wel op televisie of radio verschijnt om zijn boek te promoten. Ja, maar niet maar. Kijk, hij presenteert een Grand Gala du Dis. Dan zou je ook zeggen, waarom doe je dat? Ja. Blijf thuis en laat dat over aan Willem Thuis of aan dat soort figuren, maar hij deed dat en... Hij krijgt wel naamsbekendheid en het been, dat is natuurlijk de standaard grap over Bommels kent. Ja, maar we hadden het over het niet krijgen van een prijs. Dan zit zo'n been meer in de weg dan dat het helpt. Hè? Ja. Heeft een beentje gelicht. Ja. Precies, ja. Dat zou kunnen, ja. Ik zou tot slot aan u willen vragen, zou u iets willen voorlezen uit de bundel? Dan zou ik misschien... geef mij... Ja? Dan is, om me niet al te lang stuk te hebben... Het gaat over Albertine Tijn, waarmee hij, Lodewijk van Dijssel, waarmee hij schaakte. En hij zegt dat Tijn groot was in zwijgzaamheid. Dat hij over alles, als je zegt het is mooi weer, dat hij dan nog heel lang kon nadenken. Klopt deze mededeling wel? Waarom wordt hij gezegd? Hij was een soort groot zwijger. En dat stuk eindigt, wij schaakten samen, dus Bomans en Van Dijssel en Tijm, elke week op maandagmiddag. En zo was er iets tussen ons, een vierkant van abstract denken, waardoor ik het uithield, dat zwijgen. Tijm kon niet schaken en heeft ook nooit een partij gewonnen. Hij overzag de eenvoudigste combinaties en dan herstelde ik de blunder door zijn stukken weer terug te zetten in de stand van waaruit de fout begonnen was. Hij ging dan rechtop zitten als iemand die door zoveel edelmoedigheid eenvoudig sprakeloos is. Meen je dit waarlijk? Vroeg hij dan. Dit was de eerste zin. Natuurlijk, meneer Tijm, anders is het uit. Stilte. Maar je bent bijzonder genereus. Ik mompelde weer wat. Nee, zei Tijm dan. Dit is werkelijk in hoge mate tegemoetkomend. De vraag is zelfs of ik zulks een uiterlijk aan hoffelijkheid wel aanvaarden kan. Hij bleef een ogenblik zitten nadenken en zei dan, misschien doet zich in de loop van het spel de gelegenheid voor dat ik de geste mag reciproceren. Met dit vooruitzicht accepteer ik de oplossing, maar niet dan na nogmaals mijn erkentelijkheid ervoor uitgesproken te hebben. Hij werd dit ritueel nooit moe. Telkens als ik de correctie aanbracht, en dat gebeurde een paar maal per partij, werd het hele stuk weer opgevoerd.
Eén keer zei hij, je kunt net zo goed met een hond schaken. Hij zei dit echter zonder bitterheid, maar als vaststelling van een feit. Ik herinner mij die zin omdat ik niet wist wat erop te antwoorden en er dus een lang zwijgen viel. Eindelijk zei Tijm, men wordt geacht dit te ontkennen. En zette toen de stukken weer op voor een nieuwe partij. Ja. Dank u wel. Het doet mij ineens denken aan Donner, die ooit vertelde dat hij zat te vluggen zo met Nijdorf, de Argentijnse grootmeester, van oorsprong een Pool. En Donner maakte steeds fouten en zei, wat ben ik toch een ezel, wat ben ik toch een suffert. Waarop Nijdorf ontwaardigd opstond en zei, ja, mijn vriend beleidigd.